Sheng, bedankt voor je tijd. Top dat we jou kunnen spreken. Het is natuurlijk een lastige periode, dus mijn eerste vraag is: ja, hoe gaat het nu met je? Ja, het gaat goed. Niemand is ziek geworden van mensen die ik ken. Dus het coronavirus blijft een beetje van ons verwijderd, gelukkig. En nou ja, je merkt natuurlijk wel zakelijk. Ik zit natuurlijk ook in de kledingverkoop. En daar kwam een serieuze rem op, omdat niemand meer tennissen natuurlijk. Maar dat begint nu ook wel langzaam te lopen. Maar het grootste probleem is natuurlijk dat het Libema Open toernooi niet doorgaat. Dus als ambassadeur van het evenement is dat natuurlijk. Dat is natuurlijk ongelooflijk dat zo'n evenement niet doorgaat. Ja, nou gelukkig kunnen we elkaar via deze weg nu toch spreken. Hou je jezelf ook nog een beetje bezig met tennis? Ben je nog actief? Ja, ik ben nog actief bij de tennisschool Henk van Hulst en ook bij de KNLTB. De KNLTB speel ik regelmatig met de jongens die eigenlijk gaan vlammen in de toekomst bij het Libema Open. Dus ik ben zelf ook fit. Ik denk dat ik 5, 6 keer per week speel. Dat is echt veel weer. Maar wel recreatief, hè. Ik ben geen professional meer. Mag hem wel tegenwoordig. Hoe heb je dat de afgelopen tijd dan ingevuld? Nou, ik heb geluk, ik had een baan hier, of die heb ik hier thuis liggen. En het is heel mooi weer geweest, dus ik heb zo'n beetje elke dag getennist. Dus ik ben de tijd goed doorgekomen in de lockdown. Mooi, mooi om te horen. Ja, dit gesprek is vooral natuurlijk om terug te blikken op jouw ervaring in 's-Hertogenbosch. Nou, mijn eerste vraag daarover is eigenlijk: in 2002 won jij de kwartfinale van Roger Federer. Ja, Hoe stop je, Roger? nou, op de eerste plaats natuurlijk moet je een beetje geluk hebben. Want ik heb vaak tegen hem gespeeld en meestal was het games sprokkelen tegen hem. Dus hij was wel duidelijk beter dan ik natuurlijk. Alleen op die betreffende dag. Er was ook nog in 2002 op het Ordina Open waren de banen nog oude stijl. Dus dat betekent dat is een zandlaag lag en daar was het gras op. Dus de bal stuitte niet echt hoog op. Mijn vlakke slagen die kwamen daardoor heel hard door. En hij irriteerde zich een beetje aan dat die bal niet goed stuitte. In 2003, toen ik het toernooi ook won, toen waren de banen al omgekat naar het Wimbledon-principe. Dat is met een kleibodem erop, waardoor de bal wat hoger opstuit. Maar in 2002 was het nog niet het geval. En ik denk dat dat ook wel heeft meegespeeld dat ik van Roger kon winnen. Want mijn voorhand, hard in zijn voorhand. Ik heb natuurlijk een hele vlakke voorhand. Ja, die bal die gleed natuurlijk over die zandondergrond en daar irriteerde zich een beetje aan. En dat begon steeds meer en steeds meer. En uiteindelijk dacht ik van, wat gebeurt hier nu? Ik ben aan het winnen. En uiteindelijk won ik die wedstrijd ook. Is hij jouw meest lastige tegenstander geweest, of heb je daar een andere naam voor? Ja, ik had een boekje, een spelersboekje, waar alle tactieken in stonden om tegen spelers te winnen. En tegen Roger kon ik het niet vinden. Dus er stonden maar twee dingen in. Dat is de tweede service, dat je vol moest aanpakken op het moment dat je erbij kon. Ja, dat is natuurlijk een tactiek die natuurlijk. Dat is de tactiek van een waanzinnige natuurlijk. Dat werkt natuurlijk niet een hele wedstrijd lang. Je kunt niet alles vol aanpakken. Die betreffende wedstrijd heb ik dus inderdaad zijn voorhand opgezocht, omdat de bal niet hoog opstuitte vanop de baan. Had hij moeite mee. Maar ja, tactisch gezien onmogelijk om tegen te spelen. En dat was erg frustrerend, zeker op langzamere ondergronden. Dan was ik blij als ik tot 6-4 kwam. Dus nooit dat boekje kwijtgeraakt, want het klinkt alsof er veel geheimen in stonden. Ja, ik heb het boekje nog. Ja, op een gegeven moment toen ik geblesseerd raakte en wedstrijd na wedstrijd verloren en het allemaal niet kon belopen. Toen heb ik het boekje weggegooid. Maar toen heeft mijn vrouw Rikkie toch weer uit de vuilnisbak gehaald. En dacht van, er staat toch wel leuke dingen in. Dus ik heb het nog steeds inderdaad. Daar staan de toppers van toen. De ideeën die ik erover had, hoe je ze moest bespelen. Zat je dan ook wel eens helemaal fout? Dat je echt een hele gameplan had uitgeschreven en dat het uiteindelijk toch helemaal anders bleek te zijn?
Ja, meestal niet. Want je weet zelf wat je kan en wat je niet kan. Kijk, ik kon natuurlijk niet zeggen van ik ga de tegenstander moet je proberen weg te serveren. Ja, dat kon ik niet. Dus ik moest. Maar ik zat meestal wel goed met de tactiek. Of ik iemand moest aanvallen of dat ik bij iemand het spel moest laten. Nou, bij Roger Federer, zo'n wedstrijd, dan moest je natuurlijk zelf aanvallen. Anders dan word je helemaal gek gespeeld. Dus dan kun je niet zeggen van ik wacht af of ik geef het spel aan de ander. Van val maar aan. Want als Roger zijn voorhand aanhaalt, ja, dan lig je in de kreukels. Dus die betreffende wedstrijd. Maar bijvoorbeeld, ik heb ook in 2002, 2003 tegen Tommy Robredo gespeeld. Ja, dat is zo'n grabbelspeler. En daar moest je niet te snel aanvallen. Dan moest je meer neutraal spelen. Dus ja. Wat zouden tegenstanders, denk je, over jou in hun boekje schrijven? Ja, dat je altijd kans hebt op zijn service game. Dus je kunt je erin vastbijten. Mm-hmm. Dus dat is een lichtpunt. Nou, ik denk wat lastig is dat je mee wordt gezogen in een lange wedstrijd. Dat je mentaal er sterk voor moet zijn, want je wordt getest. En dat heb ik al vaker gezegd in het verleden ook. Ik zag mijzelf, als ik tegen mezelf zou moeten spelen, als een vervelende tegenstander. Dus een beetje à la Rainer Schüttler, Arnaud Clément, Sebastian Grosjean. Het zijn jongens waar je van zou kunnen winnen. Maar als je eventjes niet de vorm bent, dan kom je in hele lange wedstrijden terecht. En dan kom je, ja, die trekken je langzaam het moras in, als het ware. Zo'n speler was ik ook. Oké. Okay. Ja, je noemde net Clément, daar komen we net nog op terug. Natuurlijk de finales. Je noemde net je meest lastige tegenstander. Wat was je meest lastige wedstrijd in Sertogenbosch? Meest lastige wedstrijd in Sertogenbosch was, denk ik, de finale. De eerste finale tegen Arnaud Clément, dat was 2002. Hij is een jongen die alles terugloopt en weinig ballen mist. En ik was te aanvallen aan het spelen. En toen moest ik dus in de wedstrijd mijn spel omgooien. En toen had ik bedacht, dat was mid tweede set. Toen spande het erom of de wedstrijd naar hem toe ging of dat ik nog een laatste truc had. En toen ben ik eigenlijk elke bal met mijn backhand rechtdoor gaan spelen naar zijn voorhand. En elke voorhand van mij naar zijn voorhand. Dus ik heb het spel helemaal in zijn voorhandhoek neergelegd. En zeg: oké, Arno, als jij hier wil winnen, dan zul je het met je voorhand moeten doen. En ja, zo heb ik die wedstrijd om kunnen draaien. Dus ik heb eigenlijk zijn voorhand helemaal stuk gespeeld. Zijn backhand kreeg je niet stuk, want zijn backhand mist hij nooit. Die kan hij blindelings maken. Maar zijn voorhand was anders. Daar kon hij wel winners mee slaan. Maar ja, ook foutjes. Hmm. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. Het was echt mentaal lastig. Ja, je wilt toch winnen. Hè? Zo'n toernooi. Eerste keer dat ik echt goed speelde voor het thuispubliek. En ja, dan wil je natuurlijk winnen. Hoe was jouw gameplan anders in 2003? Toen je wist dat je weer tegenover Clément zou staan? Ja, 2003 is precies hetzelfde gegaan als 2002. Alleen het omslagpunt lag met de eerste set. Ik begon weer met mijn eigen spel. Dat is backhand veel cross, aanvallen daar waar ik kon. Toen merkte ik weer, ik loop in de messen. Precies hetzelfde als in de finale in 2002, maar ik was gewaarschuwd. En toen ben ik al vanaf de eerste set, de helft eerste set, heb ik het spel bij zijn voorhand neergelegd. En toen ging het een stuk makkelijker. Niet dus hoe belangrijk tactiek is. Hè? Dus speel je net verkeerde tactiek, dan ga je er gewoon aan. Kreeg je dat ook vaak genoeg tegen jezelf? Dat je dan het eerste deel van een partij je eigen spel kon spelen en dat het toen compleet werd omgegooid door een verandering in tactiek van de tegenstander? Ja, daar moest ik wel van tevoren altijd over nadenken. Want improviseren is niet mijn sterkste ding. En als je in zo'n wedstrijd zit, dan moet je... Ik moest dus van tevoren wel al zo'n plan B bedenken. En ja, je gameplan, normaal gesproken, is je eigen spel. Dus je probeert gewoon, bij mij waren dat veel crosslijnen met aanvallen op langs de lijn. Ja, maar dat werkte niet tegen sommige spelers, want die vinden het fijn als ze veel lopen. En ik kon best snel spelen, direct spelen. Maar bij veel spelers, en zeker bij die lopertjes, hè, zoals Leighton Hewitt en vroeger natuurlijk ook Michael Chang nog en dat soort jongens.
dan moet je eigenlijk alles naar de centrummarkt spelen. Dan moet je het spel bij hun neerleggen. En bij Arnaud Clément was het dan nog specifieker. Echt specifiek naar de voorhand. Je hebt natuurlijk in 's-Hertogenbosch veel op de baan meegemaakt, ook daarbuiten. Wat is het meest opmerkelijke wat jij achter de schermen hebt meegemaakt? Ik heb het toernooi natuurlijk zien groeien. Dus ik heb het gespeeld destijds nog toen Sjaak Kloppert de toernooidirecteur was. Toen stond de player lounge alles voor de spelers was eigenlijk helemaal achter bij de trainingsbanen. En uiteindelijk is het overgenomen door Marcel Hunze. En toen zag je natuurlijk het toernooi groeien en groeien. Als 17-jarig manneke kreeg ik destijds al een wildcard op het toernooi. Dat was natuurlijk heel spannend. De eerste keer een ATP-wedstrijd en ook nog op gras. En die won ik toen ook nog van Daniel Vacek. Dus dat was ongelooflijk natuurlijk. Dus dat was een geweldig succes. En maar achter de schermen, je zag het toernooi groeien en groeien tot in de details steeds beter worden. En uiteindelijk ook de band die ik met Marcel Hunze heb. Ik hoorde natuurlijk van alle spelers van wat er nog beter kon. En wat er, en dan gaf ik dat door. En dan uiteindelijk waren het dan heel gedetailleerde dingen. De douches die moeten wat meer water eruit hebben. En ik hoorde mensen wat klagen over de handdoeken dat ze niet goed drogen omdat ze te nieuw zijn. En op een gegeven moment ook van dat een aantal mensen het ook prettig vinden om in een ander hotel te zitten. Dat ze kunnen kiezen, hè, tussen het dit hotel en dat hotel. Dat er eigenlijk een keuze is. Want sommige mensen die vinden het fijn om in een stad te zitten een week lang. En anderen weer op het buiten. Dus en dat soort dingen gaf ik allemaal door. En dat werd allemaal ingevuld. Als je dan het jaar daarna weer kwam, dan was het toernooi weer een stap beter. Als je kijkt natuurlijk in de jaren 2002 en 2003, toen ik won, toen was het ook wel een beetje dynasty daar. Hè? Dus er waren mensen die waren daar grote boten aan het testen. Daar lagen namelijk grote boten, die kon je proefvaren op het meer. Er was een helikopter die daar die van bovenaf een view van het toernooi kon laten zien. Een groot ponton waar de businessclub op... het kon niet op. Het waren natuurlijk economische tijden die natuurlijk fantastisch waren. En daar kijken we natuurlijk wel op terug van, wauw, dat was geweldig. Ik heb meerdere spelers gesproken en die zeiden ook dat er wel een relaxte sfeer hangt altijd. Ga jij dan ook om met andere spelers tijdens zo'n thuistoernooi of doe je daar niet aan? Ja, de spelers doen hun ding. Ze proberen hun wedstrijden te winnen. Het leuke van het toernooi is, en zeker ook voor het publiek, is dat je dicht bij de trainingsbanen kan komen. De spelers lopen overal zo doorheen. Dat zie je op andere toernooien, is het allemaal wat meer afgeschermd. Vaak zijn de trainingsbanen op een ander complex. Ja, hier lopen de grote vedettes, die lopen gewoon naar de trainingsbanen. En je staat ernaast. Je kunt je wedstrijdjes bekijken, maar je kunt ook je trainingsbanen kun je gaan kijken. Dat geeft een hele relaxe sfeer. Ik vind ook, dit toernooi is niet alleen maar hardcore tennis. Dus mensen komen ook om rustig een koffertje te drinken, ergens te gaan zitten. Het is natuurlijk prachtig. De sponsoren zijn ook mooie automerken. Je kunt naar mooie auto's kijken. Ja, het is van alles te zien. En winkeltjes voor de dames en... En oh ja, er is ook nog tennis. Dan zie je ook nog de wereldtoppers in actie. Ben je ooit ook wel eens te laat gekomen voor een partij of voor een training? Omdat je dus van A naar B door de mensenmassa's moest? Meer omdat ik licht dyslectisch ben. En dat ik dan weer zei van 4:30. En dan zat ik weer mis met 4:30 of 4:30 of 5:30 of 6:30. En dan kwam ik wel eens te laat, ja. Dus, maar dat werd me niet in dank afgenomen. Dus dat gebeurt wel. Je moet wel, zeker in Rosmalen, een kwartiertje langer. Omdat je natuurlijk, zeker op woensdag is het Kids Day. Ja, dan kom je wel wat kinderen tegen die een handtekening willen. Dus, Had je dat dan ook als tip aan Marcel? Van dat toch het omroep even iets anders doen voor jou? Voor Marcel, die regelt het allemaal. Zeker voor de toppers. Hè. Natuurlijk, ik heb net even gekeken wie ook alweer allemaal meedeed. In 2002 was bijvoorbeeld Leighton Hewitt en Roger Federer, Michael Chang.
ja, die jongens kun je niet zomaar door het publiek laten lopen. Dus als zij gingen trainen, dan werden ze met een golfkarretje gebracht naar de banen. Dan kon je daar toch langs de trainingsbaan staan. En het was allemaal voor het publiek natuurlijk toch heel leuk en heel dichtbij allemaal. Wat is jouw mooiste herinnering aan spelen in 's-Hertogenbosch? Dat zijn toch ook wel de prestaties. Dus wat ik net al zei, ik kreeg als jong mannetje van 17 kreeg ik een wildcard. Dus die eerste wedstrijd op de ATP Tour heb ik daar gespeeld, die ik ook nog won. Dat was geweldig. Toen heb ik met Paul Haarhuis, volgens mij in 2001 was dat, heb ik de dubbel gewonnen. Dat was het eerste titelsucces eigenlijk daar. Het gaf mij ook een fantastisch gevoel. Normaal was ik niet zo van het dubbelen, meer voor de single. Maar ik moet zeggen, die dubbeltitel die deed echt wat, omdat het toch voor eigen publiek is. En uiteindelijk natuurlijk 2002 is de eerste keer een titel op. Laatst, ik heb 2 keer gewonnen in Rosmalen. Maar ik heb nooit ABN AMRO toernooi goed kunnen spelen. Dus ik ben blij dat voor eigen publiek een titel heb kunnen winnen. En ook nog opgevolgd met een andere titel. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dus dat zijn de mooiste titels uit mijn carrière. Gaf dat wat extra druk voor jou om dan te spelen voor eigen publiek? Ik heb daar heel lang aan moeten wennen, dus ik heb daar jaren problemen mee gehad. Dat was ook met Davis Cup, voelde ik die druk ook wel voor eigen publiek. En dan kwam er toch iets bij van dat ik mezelf, er werd verwacht dat ik zou winnen. En dat sloeg ook wel regelmatig op mijn lichaam. Dus bijvoorbeeld de eerste keer toen ik won, toen zat ik in de tweede ronde tegen Christoph Rochers. En toen liep ik weer helemaal vast en mijn rug stond scheef en... Ik kon eigenlijk bijna niet links-rechts rennen, maar dat was puur omdat je dan psychisch jezelf onder druk zet en dat slaat gewoon op je lichaam. Dus, maar ik kwam gelukkig voorbij die tweede ronde tegen Christoph Rochers. En toen ging het toernooi lopen. Hoe kom je daar dan uit zo'n moment als je helemaal vast zit? Ja, dan is het doorbijten. Dan is het verstand op nul, blik op oneindig en proberen die wedstrijd door te komen. Uiteindelijk heb ik iets meer aangevallen, want ik zat in ellenlange rallies en ik kwam er niet doorheen. En een hele snelle speler. Uiteindelijk heb ik zijn tweede service wat meer aangepakt. Dat weet ik nog wel, dat de key was. Daar hield hij niet van. Toen ging hij een paar dubbele fouten slaan en toen brak ik er doorheen. Maar lange wedstrijd. Daarna alleen maar op de behandeltafel gezeten. Dus dat is trouwens ook wel het toernooi ongelooflijk op een gegeven moment... Verbeterslag na verbeterslag. Dus de fysiotherapeuten die er allemaal zijn. En de hele ruimtes met fitness. Dat was natuurlijk vroeger niet. Hè. Toen we begonnen met Jacques Loppers, was er alleen maar een plek om een koffietje te drinken als het ware. En nu catering en fitness en dit en dat. Ja, dat is fantastisch om daar te spelen. Nog één laatste vraag. Je hebt natuurlijk verschillende titels gewonnen. Een hele legacy in 's-Hertogenbosch eigenlijk. Wat betekent het toernooi voor jou? Nou ja, het betekent voor mij thuiskomen, want het is natuurlijk, daarom ben ik ook nog verbonden aan het toernooi. Dus als ambassadeur, op het moment dat het er is, dan ben ik daar. Natuurlijk, de ambassadeursrol is anders dan vroeger. Vroeger polste ik ook de spelers, waar ik natuurlijk veel mee trainde. Dus de grote spelers van, heb je zin of zie je kans om naar Rosmalen te komen? Nou, dan kon ik dat doorgeven aan Marcel Hunze om te zeggen van nou, daar heb je een kans, die speler, maar die niet, want die gaat wat anders doen. Dus dat was voor Marcel Hunze natuurlijk ook prettig. Maar tegenwoordig is het meer de bedrijven die investeren in het toernooi, om daar aan te geven wie er speelt, wat is de achterliggende verhaal van de wedstrijd waar de bezoekers naar gaan kijken. Dus ik doe op een andere manier dingetjes voor het toernooi. Ik voel me erg verbonden eraan. Het is natuurlijk ook wel een beetje geluk gehad met gras. Hè. Ik speel graag op gras. Kijk, als het gravel was geweest, dan was het allemaal fantastisch geweest. Maar had ik natuurlijk nooit 2 keer kunnen winnen. Dus het klopt allemaal. Dus nu weer vooral vooruitkijken naar de volgende editie. Wanneer dat dan weer mag zijn. Ja, maar ja, hopelijk is het evenementen gebeuren, mag ook weer gaan rollen. Ik denk dat dat wel als allerlaatste is, veel mensen bij elkaar.
En dat sponsoren ook weer geloven erin om bezoekers ook uit te nodigen naar evenementen. Want dat is natuurlijk ook wel het fundament van een gezond toernooi. Ik hoop dat dat terugkomt. Ja, we kijken er naar uit. Schenk, in ieder geval ontzettend bedankt voor je tijd. Voor de mooie verhalen. Okay. En hopelijk zien we elkaar snel weer. En nou, natuurlijk veel goede gezondheid. Yes, oké. Dankjewel. Zo, succes. Bye. Bye.